Van de duizenden tassen die dagelijks naar CS worden meegenomen, blijft er regelmatig eentje onbeheerd achter. Een vrouw kwam er van de week zelf achter dat ze haar tas was vergeten op het perron, maar toch kreeg ze een boete van 90 euro. In de hal van Centraal is er een beetje begrip voor, maar vooral veel verontwaardiging over de boete. Er is hier gisteren een mevrouw beboet, 90 euro, omdat ze de koffer was vergeten. Ja, te gek voor woorden. Ja, is het overdreven? Ja. Ja, ik vind het wel een beetje overdreven. Ik denk dat we een beetje doorslaan erin. En ze zeggen mensen moeten oppassen in deze tijden waarin mensen een beetje nerveuzer zijn. Maar ja, dat is toch juist het doel van terrorisme. Dat mensen angstig worden. Het verstoort de openbare orde niet, vind ik. Waar is je tas eigenlijk? Waar mijn tas is thuis. Ben je naar school geweest vandaag? Oké. Nee. Had je wel gemoeten? Ja, gelukkig wel. Ik heb heel stiekem gesperbeld. Ja, dat kan natuurlijk ook nog, maar de politie is bloedserieus. De omgeving wordt bij zo'n melding afgezet en soms wordt het perron afgesloten of een deel van het station ontruimd. Verstoring van de openbare orde dus. Larry Koek, zegt advocaat Juriaan de Vries. Hun overtuiging is dat zij een hoop werk hebben moeten verrichten door het vergeten van deze tas van deze mevrouw. En ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar deze vrouw en haar onvolkomenheid, die kunnen we niet op deze manier afreageren. En we kunnen deze vrouw niet op deze manier het strafrecht intrekken op het moment dat zij slechts haar tas vergeet. De Vries zou het liefst zien dat de vrouw haar boete niet betaalt. Dan maar eens aan de rechter te vragen of het vergeten, hè, de onvolkomenheid van deze vrouw, of dat nou dient te worden aangemerkt als het verstoren van de openbare orde. Dan gaan we dat oordeel eens even afwachten. Alsof de duvel ermee speelt, vergeet iemand vandaag als we staan te filmen in de pianohal zijn tas. En dus treedt het protocol weer in werking. Een stukje station wordt afgezet. Of de openbare orde verstoord is nog maar de vraag. De reizigers in de hal in ieder geval niet. En uiteindelijk komt deze vergeetachtige Italiaan er vanaf met een waarschuwing.